Yo, VacoGamers, Lars hier. En welkom terug bij meer Civilization 5 hier op VacoGames. Jongens, ik denk dat de serie op zijn einde loopt, want Honolulu staat echt gewoon klaar om ingenomen te worden. Ik moet alleen nog even 1 of 2 beurten wachten, want op een of andere manier gaat hij gewoon wel heel vervelend lopen doen elke keer. En wil hij nu mijn helikopter uit de lucht schieten, zie ik. Dat is op zich niet heel erg aardig van hem. Ja, mag het proberen. Ik bedoel, ik kan hem niet tegenhouden als hij het wil proberen, maar er ligt hier bijvoorbeeld nog een battleship wat constant op mijn units aan het schieten is. Er ligt hier een compleet leger aan staatsidioten die compleet wegrennen van het battlefield elke keer. Waarom ze dat doen, weet ik niet. Maar op een of andere manier vinden ze dat heel tof. Oh no, komen er andere units aan. Maar gelukkig aan de bovenkant komen er ook weer units van mijn kant aan, dus no worries. I got this shit. Deze stad is in ieder geval weg. Hier is deze stad, ja, die gaat hij ook niet meer gebruiken. Dus ik gok dat dit de laatste beurt wordt. Of in ieder geval de ene laatste. En anders niet. Gaan we nog even een paar uurtjes door. Ik vind het prima hoor. Ik vind het leuk. Weet je wat ik ook heel erg leuk vind? Echt gewoon eigenlijk super tof. Dat een serie zoals Civilization, dat die zo ontiegelijk vaak bekeken en zo vaak geliked wordt door jullie. Ik had dat dus oprecht, toen ik helemaal ooit eens een keertje begon met Civilization, niet gedacht. Dat dat zo populair zou worden. Dat had ik echt niet gedacht. Oh god, moet ik nou al deze gasten armor gaan lopen geven? Nou, kom maar hierheen dan. Hup, rijden. Kun je naar beneden? Kun je naar beneden? Oké. Daar gaat hij. Jij pakt hem. Hij heeft toch overleefd ook. Wat een held. Nu is hij in ieder geval kapot stuk. Tenminste, daar ga ik toch vanuit. Ja. Yeah. Jij schiet op stad. Jij schiet ook op stad. Great person born. Hey! Niet vastlopen. Ik moet even nog verder. Oké. Done! The world has been convulsed by war. Many great and powerful civilizations have fallen, but you have survived and emerged victorious. The world will long remember your glorious triumph. Wow. Klaar! VacoGamers, de complete wereld luistert vanaf nu naar Duitsland, naar Bismarck. Geweldig! Nice jongens, ik vind het echt super tof. Dit is namelijk de eerste keer dat ik een Domination Victory heb gehaald. Heb ik nog nooit eerder gered. Het is me nog nooit gelukt om de complete wereld, alle hoofdsteden over te nemen. En nu is het gewoon met jullie gelukt. Ik vind dat tof. Laten we eens even kijken of we toevallig nog iets van kunnen zien hoe we dat precies gedaan hebben. Replay. Dan gaan we eens kijken hoe wij dat aangepakt hebben. Oké, dan gaan we kijken. In mapvorm. Even kijken, waar zijn we ooit begonnen? Hier geloof ik. Dit kleine rondje hier, dat waren wij. En toen ging het lopen, let op. Toen gingen we groeien. En groeien. Toen kwam hier een of andere eikel die dacht van, hey, laat ik eens een stad aan de overkant van de zee bouwen. Dat vonden wij niet heel erg tof. En toen gingen we zelf nog een tweede stad. En een derde stad. En dan gingen we hoor. Oh, wacht, dit waren wij. Ah, wacht, dit waren wij. We waren helemaal klein, joh. Helemaal ukkie-pukkie. Dit was Duitsland, hier zo. Toen ging het groter en groter. Toen namen we die stad van die gozer aan de overkant over. Want ja, hey, dit is mijn gebied. Nou, geen idee hoor. Toen namen we de Indianen over. Hier. Oh, op een gegeven moment verdween ook Polen, weet je nog? Polen die kapot ging. Die namen we als eerste over. Daarna werd het oorlog met Amerika. Toen gaven we Polen zijn stad weer terug, omdat we zo aardig waren. En toen ging het hard hoor. Toen namen we Amerika over, langzaam. Hier ging Alexander. Overkant, staken we de zee over. En we conquered. 578 beurten hebben we erover gedaan, jongens. Ik vind het tof. You have achieved the level of Augustus Caesar. Prachtig. Hoogste level gehaald, jongens. Dat is echt serieus baas. We hebben gewoon met z'n allen het level Augustus Caesar gehaald.
Ik ben echt hartstikke trots op mezelf. Exit domain menu. Zit erop. Civilization 5. We zijn klaar. We kunnen naar huis. We kunnen tegendrinken, denk ik. Nee, Vaco Gamers. Ik wil jullie mening. En dan wil ik ook echt gewoon een eerlijke mening. Wat moet ik nu gaan doen met Civilization 5? Moet ik een nieuw land beginnen? Moet ik dus gewoon helemaal opnieuw beginnen? En weer een nieuwe serie voor jullie beginnen? Kan, vind ik prima. Helemaal geen probleem. Of zeg je van, luister, we zijn ondertussen wel klaar met Civilization. Ga eens wat anders doen. Vind ik ook prima. Maakt me niet uit als jullie het mij laten weten in de comments. Doorgaan met Civilization. Andere serie starten. Het is mij om het even. Jullie mogen het zeggen. En als je dat zegt dat ik een nieuwe moet beginnen. Zeg er dan ook meteen even bij met welke beschaving. Moet ik bijvoorbeeld Washington zijn? Of Griekenland voor mijn part een keertje dat ik Alexander ga zijn? Ik vind het prima. Laat me maar weten. Ik zie jullie in ieder geval de volgende keer weer terug bij een nieuwe video op Vaco Games. En al die tijd, bedankt jongens voor al die likes. Al die support op deze serie. Ik ben trots op jullie. Ik ben trots op mezelf. En ik zie jullie de volgende keer weer terug bij meer Civilization 5 hier op Vaco Games. Mazzel!